als ik 's ochtends opsta, dan begin ik te tekenen. Dat is, en ik zit eigenlijk altijd te tekenen, ook in het café. Even niks. Je krijgt er wel een tik van mij, toch? Als je, het is voor mij van begin af aan een enorme verslaving geweest. Ik vind het ook niet meer dan terecht dat ik extreem succesvol cartoonist ben. Want ik heb er meer uren in zitten dan wie dan ook in welk vak. Maar ja, goed, dat betekent ook wel dat je op ander gebied wel wat misloopt. Het was met de WK in 1994 dat ik een paar proeftekeningen met als onderwerp voetbal maakte. Die lakmoesproef, daar ben ik voor geslaagd en sindsdien teken ik voor de Humo. En Humo, zeker toen, had zo'n status dat als je daarin staat, dat dan andere bladen eens wel denken van dat je iets kunt. Anders zou je namelijk niet in de Humo staan. En toen kwam de Volkskrant en de Nieuwe Revue. De stripdagen zijn aan de gang en in het kader daarvan ga ik hier iets doen. Neksnor van Gumba, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Bij wijze van statement wordt dat dan door het liefst een bekend iemand overhandigd aan de maker. En in dit geval zal Hans Steeuwe dadelijk mij het boek overhandigen. Goed maar. Dankjewel. Een tekening kan afbreuk aan een grap doen, maar hij kan er ook nog iets aan toevoegen. En ik denk dat het in het verleden nog wel eens voorkwam dat een blik net niet goed was of zo. Of de houding of de stand van het wolkje. Zelfs de afbreking van de tekst is belangrijk. Zo, je bent al omgedraaid. Ja. Wat ik geleerd heb door dat obsessieve tekenen, is dat het nooit leuk is als mensen enthousiast zijn. Ze moeten zo slaperig mogelijk de krankzinnigste dingen zeggen. Mijn beroep, en dat is een enorm rot woord, maar dat is eigenlijk humorist. En omdat ik nou eenmaal goed kan tekenen, gebruik ik dat medium. Als ik goed kon zingen, had ik misschien carnavalsliedjes gemaakt of zo. De grap ontstaat in een parallel bewustzijn. En al tekenend maak ik hem in mijn hoofd en dan moet hij op papier. En dan kom je wel gevaarlijk in de richting van werk, hoor. Want dan heb je de grap al. En ook al de adrenaline stoot van de vondst gehad. En dan moet je het nog voor die vervloekte lezers duidelijk gaan maken. We zijn gisteren naar Harry Potter geweest. En? Dat was leuk. Gewoon heel leuk. Gisterochtend? En veel leuker dan Lord of the Rings. Ja, het is mijn genre niet. Nou, je zou toch eens moeten lezen die eerste. Af en toe dan kom ik op zinnetjes die sterker zijn als ze niet geïllustreerd worden. Ik had pas geleden een zinnetje en daar ben ik nog steeds over aan het twijfelen. Ik ben er dus eigenlijk al van overtuigd dat ik dat niet moet gaan illustreren. Want ik zat, de hond van Adolf Hitler die zit op het dressoir te schijten en zegt, nee, jij bent braaf. Ziet iemand natuurlijk, hoop ik, dan zo'n situatie voor zich. Barbecuen in Egypte. We zijn met de camper helemaal naar het verre Egypte gereden en hebben de barbecue, niet te vergeten, meegenomen. Het weer is schitterend en onze stemming opperbest. Hup, daar gaat het eerste worstje al op de barbecue. En hup, daar het tweede, dan het derde, het vierde, het vijfde, enzovoorts. Net zolang totdat alles op is.
Dan gaan we voldaan slapen in onze hierboven genoemde camper. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Gumba en ik ga u vanavond een paar boeken laten zien die net niet verschenen zijn. Een bundel met ultrakorte verhaaltjes, geschreven door Hugo Sleuf en is getiteld De pijn van het halfrijm. Franklin zat onder een boom een sigaret te roken toen er een appel op zijn hoofd viel. Hij rookte rustig verder. Toen viel er nog een appel op zijn hoofd. En ditmaal ontstak hij in een uitzinnige woede, waarbij hij de zwaartekracht onder andere noemde het varken onder de natuurwetten en vuile homo. Als je tekeningen maakt, dan heb je geen respons. Die tekeningen die worden door 100.000 mensen gelezen, maar ik hoorde geen één lachen. Maar als ik voor een zaal optreed, dan wordt er gelachen. En dat is toch wel, wel leuk om mee te maken. Een verzameling brieven, geschreven door Geurt Meurs. En is getiteld Beste homo's van het waardetransport. Ik ga een brief voorlezen die hij schreef aan de minister-president. Geachte minister-president, ik verzamel schaamhaar van grote leiders. Dat mag u best weten. En hoewel u alles behalve een groot leider bent, zou ik toch graag bij wijze van uitzondering een envelop met wat van uw pubic hair ontvangen. Al was het maar omdat u tegen abortus bent, geloof ik, wat ik toejuich. Al ben ik er zelf voor. De eerste tekening die ik over een smurf gemaakt heb, is een meisje stelt een smurf aan haar ouders voor. En die vader zegt, toen ze zei kleurling, toen schrok ik even. Maar, gelukkig, wat wil je drinken, jongen? Ik had gewoon een smurf nodig. Omdat die grapper was. En toen vond ik het wel een leuk figuur eigenlijk. En sindsdien zijn ze terug blijven komen. De eerste tekening die ik van hem zag, dat was een man die zat gehurkt op zijn nachtkastje en had de wekker in bed gelegd en snauwde tegen die wekker: zo, nu zijn de rollen omgedraaid, vriend. Ik heb nu een nieuwe fascinatie, dat zijn naakte kale mannen met voetbalkousen en schoenen aan die in de Drunense duinen aan het voetballen zijn. En dan vind ik weer leuk dat die dan voor homo uitgescholden worden door smurfen of door smurfen Kimberly. Dat is een tijdje de fascinatie voor de naam Kimberly gehad. En dan de fascinatie smurf, kale naakte man en de naam Kimberly combineren, ja, dan ben ik gelukkig. Zie je een smurf met bakkenbaarden en een kruis om zijn nek. Hij is vrij dik. Hij loopt naast een andere man, heeft een sigaret in zijn mond en hij zegt: kinderen lachen mij uit als ik vraag of ze me willen pijpen. een perfectionistische kunstenaar en dit is zijn laatste meesterwerk. Het heet Nexnor, vanaf morgen in de winkels, uitgegeven door De Harmonie. Dames en heren, een heel erg hartelijk applaus voor Gumba.